Yo, leuk dat jullie weer kijken naar WB Tuning. Ook voor de nieuwe kijkers, welkom. In deze video gaan we weer een leuke mod doorvoeren voor de BMW F31 en ook toepasbaar voor de BMW F30. Het is een leuke upgrade van een pre-LCI item naar een LCI, betreft de radioframe. In de LCI modellen is deze namelijk van zwart hoogglans afgewerkt en er zit een LED-strip omheen. In de pre-LCI modellen is dat niet zo. De pre-LCI modellen zijn de modellen vanaf 2012 tot en met 2015. En in deze video ga ik jullie laten zien hoe je deze radioframe dus kan upgraden. Het geeft een mooie nieuwe chique look van je interieur. En alle producten die ik gebruik, die zet ik even in de beschrijving neer. Vergeet ook niet even te liken en te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we nu snel naar de auto en dan laat ik jullie zien hoe je deze mod doorvoert. Hier zien we dus mooi het verschil tussen de oude en de nieuwe variant. Links de pre-LCI met een matte plastic afwerking. En aan de rechterkant zien we de LCI model liggen die een mooie hoogglans zwart gelakte afwerking heeft. Ook heeft de pre-LCI geen LED-verlichting aan de achterkant, terwijl de LCI variant dat wel heeft. Je ziet hier aan de achterkant een LED-strip zitten. En deze LED-strip die wordt aangesloten door middel van een kabel. De kabel die je ziet met de groene stekkertjes, die dien je apart bij te kopen. Deze splitte de stroom en ik zal deze ook linken in de beschrijving van deze video. Zo, we zijn nu in de auto aangekomen. Wat we nu gaan doen is, we gaan de oude radioframe eruit halen. En waar ik altijd even mee begin, is het afdekken van dingen waar snel kras op komen, zoals het navigatiescherm. En we beginnen eigenlijk met deze plastic trim los te halen. Daarvoor heb je een plastic trim gereedschap voor nodig. Dus enkel alleen maar eventjes een klein beetje los te wippen aan de achterkant. Zodat je met je vingers de achterkant, dan trek je hem als het goed is, voorzichtig, stuk voor stuk, clip voor clip los. Komt hij er zo uit. Bij mij is hij al een keer eerder los geweest, dus dan gaat het vaak wat makkelijker als hij nog nooit is los geweest. Dan leg ik hem bovenop mijn navigatiescherm, daar blijft hij goed stevig op liggen. Je kan ook je stekkers loshalen en hem rustig aan de kant leggen, maar ik vind dit gewoon makkelijker, want dat scheelt weer tijd. Wat je dan weer doet is, je pakt je plastic gereedschap weer en daar wip je het kapje onder de radioframe los. Die komt als het goed is zo eruit. En hier zit een stekkertje. In dit stekkertje zit een LED-lampje en deze zit er alleen als je standaard in je auto het lichtpakket hebt. Ik heb dat gelukkig, maar deze heb je nodig om straks in het nieuwe radioframe de LED-verlichting op aan te sluiten. Heb je deze nou hier niet zitten, dan heb je dus niet het lichtpakket en dan moet je dus ergens anders de stroom vandaan trekken. Is niet zo moeilijk, maar je bent er dan wat langer mee bezig. Dit stekkertje trek ik nu even los en dit kapje leg ik even aan de kant. Wat je dan doet is je bak je schroeven draaien. Bij mij zijn het kruiskopschroefjes, maar bij veel modellen zitten er ook Torx T25 schroefjes in. En dan gaan we ze alle vier losdraaien. Nou, alle schroefjes zijn eruit. Wat we nu doen is we vertillen langzaam voorzichtig het radioframe eruit. Aan de achterkant zit een stekker. Die trek je er even uit. En dan heb je hem in principe los. Wat we nu gaan doen is, we gaan met dit frame even naar de schuur. En laat ik jullie zien hoe je dit oude plastic frame vervangt voor de nieuwe LCI hoogglans zwart gelakte met LED verlichting. Oké, we zijn in de schuur aangekomen. Wat we nu gaan doen is, we gaan de cd-speler en de climate control gaan we uit deze oude trim halen. Het is heel simpel. Er zitten aan de bovenkant zitten vier clips en aan de onderkant zitten een paar clips per frame. Dus dit zijn twee losse elementen. Dus de climate control en de cd-speler kun je allebei los van elkaar eruit halen. We beginnen met de bovenste. Het is eigenlijk heel simpel. Je begint gewoon met de eerste clip eigenlijk even met een schroevendraaiertje los te wippen. En je gaat elke keer naar de volgende clip door totdat je hem eigenlijk voelt loskomen. Nou, mijne begint al een beetje los te komen. Ik voel al dat hij naar achteren schuift. Ondertussen hou ik met mijn hand druk op het frame, op de knoppen. Dus ik blijf drukken, niet te hard, want het breekt snel. Maar je probeert een beetje
druk op te houden, zodat ze niet weer in de clips op slot vallen. Dus mijn begint al een beetje eruit te komen. En dit is de eerste. Dit is een stekkertje, die haal je even los. Dan kun je deze eventjes aan de kant zetten. Dan gaan we verder met de volgende. Die zit vaak iets beter vast. Het zijn ook gewoon weer clips, dus je begint gewoon weer met eentje los te halen. Je kunt er ook goed tussendoor kijken. Het is een beetje prielen, maar hij zal als het goed is er zo uit moeten komen. Je hoort alle clips ook losklippen. En ondertussen blijf je druk uitvoeren met je hand aan de onderkant van het frame. Volgens mij zijn de bovenste clips allemaal aardig los. Nou, de onderste nog even. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. En dat is 4. En hij is eruit. Zo simpel is het. Nou, het oude frame die leggen we mooi aan de kant. Die hebben we niet meer nodig. Het nieuwe frame pak ik er even bij. Erin zetten is vele malen makkelijker dan eruit halen. We beginnen met de onderste. Je lijnt hem uit. Nou, op het moment dat hij mooi uitgelijnd is, dan druk je hem eigenlijk vast in de clips. Je controleert even aan de bovenkant of alles mooi recht zit. Nou, dat is zo. We pakken de andere erbij. Je lijnt hem ook weer uit. En je drukt hem aan. Goed controleren. Alle clips mooi op de plek zitten. Nu zit hij mooi erin. Dan gaan we weer terug naar de auto en laat ik jullie zien hoe je deze weer aansluit. Samen met de LCD-strip die er aan de onderkant zit. Oké, we zitten weer in de auto. Het is eigenlijk hetzelfde proces als voorheen. We beginnen weer met de radioframe. Drukken de stekker er weer in. Zorg dat je hem even goed aandrukt. Dat de klik zegt. Je lijnt hem uit. En we pakken de schroefjes weer. En we gaan de schroefjes weer één voor één aandraaien. Oké, alle schroefjes zitten erin. Wat we nu gaan doen is de LED-verlichting aan de achterkant van de trim voorzien van stroom. Zoals ik al eerder heb uitgelegd, ik heb het lichtpakket, dus aan de onderkant zit een stekkertje. Alleen die stekkertjes passen niet in elkaar en als ik deze met elkaar wel zou kunnen verbinden, dan doet mijn kapje waar ook LED-verlichting in zit het ook niet meer. Daarvoor hebben ze een speciaal kabeltje gemaakt, een soort splitter. Ik zal ook een linkje van deze splitter in de beschrijving zetten. Je kunt hem ook zelf maken. Het is heel makkelijk. Maar je kunt hem er ook bij bestellen. Ik heb hem er gewoon bij besteld. En wat deze eigenlijk doet, die split eigenlijk het stroom om in tweeën. Zodat en de radiostroom krijgt en je LED die ook nog in het kapje zit. Wat je eigenlijk doet is, je doet de stekker erin. En dan kun je deze voorzien van stroom. En dit kapje kun je voorzien van stroom. Zo, nu zit alles erin. Even de kabels goed wegwerken. Druk ze gewoon een beetje achter de radioframe, daar is nog ruimte zat. En dan klik je dit kapje als goed er zo weer in. Oké, nu zit dit weer vast. Het enige wat we nog moeten doen is de plastic trim weer erop zetten. En hij zit vast. Wat een verschil. Ik zal er even snel een doekje overheen halen en jullie de before en after shots laten zien.
Zo, dat was hem alweer. Het was een leuke, simpele mod voor de BMW F31 F30. De radioframe, wat nu mooi hoogglans afgewerkt is met een zwarte lak en in combinatie met de LED-verlichting eromheen, heeft een mooie, chique blik voor het interieur. Ik ben er erg blij mee hoe het totale plaatje nu eruit ziet. Vond jij het nou ook een leuke video? Geef even een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en druk ook even het belletje aan, want er komen nog veel vette video's aan. Aanstaande week gaan we druk bezig met het filmen van mijn custom-made uitlaatsysteem. Dus verwacht ook met 1 à 2 weken die online te hebben. Voor de rest komen er nog veel meer leuke modificaties aan, die we allemaal stap voor stap voor jullie gaan filmen. Dus stay tuned, ik zie jullie snel. Yo!